Met een WordPress-website kiest men voor veel gebruiksgemak, net als 39% van de andere websites wereldwijd. Om een website aan de AVG te laten voldoen, moet men met een aantal zaken rekening houden. De AVG, ofwel Algemene Verordening persoonsgegevens, is de Europese Privacywet, die per 25 mei 2018 van kracht is en het nodige stof doet opwaaien. Zo schrijft de AVG voor. Dat persoonsgegevens een adequate beveiliging moeten hebben. Dus papieren patiëntendossiers achter gesloten deuren, computers met versleutelde opslag en online moeten websites aan wettelijke voorwaarden voldoen. Webdesigners schrijven daarom SSL-verbindingen voor om sites te beveiligen. Dit zorgt echter alleen maar voor beveiliging tussen de bezoekers en de websites. Wanneer er site al gehackt is, zijn de persoonsgegevens van eigen mensen en van klanten dus in gevaar. Vanwege hackers moeten de updates van computers en websites voortaan actief bijgehouden worden. Beveiligingsbedrijf Securi berekende dat 71% van de hacks in 2017 via plugins en thema's van WordPress verlopen. Het grootste deel van de hacks van WordPress vond plaats via versies die niet up-to-date waren. Ja, de SSL-verbinding voor de website moet geregeld worden. En zo ook een privacyverklaring. Verder moeten ook organisatorische maatregelen getroffen en vastgelegd worden. Hoe vaak wordt een website geüpdate? Wie doet dit? Welke beveiliging heeft men? En wat als er iets misgaat? Uw website AVG-proefmaken. Download het AVG-pakket van onze website of neem gerust contact met ons op. We zijn graag voor u klaar.